Vandaag is een hele bijzondere dag. Heel bijzonder. Ik sta hier in het oude gedeelte van Content V, jongens. Het oude gedeelte van mijn stad, waar we eigenlijk nooit meer zo vaak komen. En ik liep een beetje rond en ik dacht, jongens, wat heb ik dit eigenlijk verwaarloosd. Er zijn nog zoveel dingen die leuk gemaakt moeten worden. Zoveel straatdetailjes die gebouwd moeten worden. Kijk nou hoe leeg en kaal het hier eigenlijk nog in. Wat zonde. Dit kan toch echt niet? Allemaal lege platformen. Er is hier zelfs nog een stukje natuur wat gewoon zo van Minecraft zelf is van de wereld. Dat kan echt niet in de stad. Dit moet aangepast worden. Leuk dat jullie naar deze video kijken. Jongens, welkom. Abonneer even. Vergeet niet te liken. Want dan ben je heel cool. Vandaag wil ik de video beginnen met een prachtige timelapse waarin wij het oude gedeelte eindelijk een keer een beetje gaan opfleuren en misschien een beetje de kale plekken gewoon details aan toevoegen. Ik ben zo benieuwd hoe lang dit gaat duren voor mij. Wat voor blokken dit gaat kosten. Of ik het ga redden. En of ik dan eindelijk een keertje tevreden kan zijn met hoe dit er allemaal uitziet hier. Veel plezier met het kijken naar deze prachtige timelapse. In 3, 2, 1. Abonneer. Jongens, daar zijn we weer. Ik heb de timelapse iets eerder gestopt dan dat ik hem wilde stoppen. Maar dit omdat iedereen online is. En Justin die zei, Max, ik heb je even nodig. Oh ja, voordat we verder gaan, jongens. Er is inderdaad een raar, stom pukkeltje op mijn neus. Maak er alsjeblieft geen grapjes over. Ik ben erg onzeker. Dat is niet waar. Maak er een leuk grapje. Vertel een verhaaltje over het pukkeltje op mijn neus. Als het goed is, is Justin hier. Ga van mijn vieze... ik zeg het andersom. Ga met je vieze... tengels van mijn mooie troon af. Trouwens, je mag wel als rechterhand daar zitten. Hallo, je mag wel op mijn rechterschoot zitten als je wilt. Hallo? Hallo? wat is er? Jij hebt mij nodig. Ik? Ja, en kijk, jij had dus een idee dat ik een winkel moest openen met wol. Ja, ik had tegen jou een PM, een Discord bericht gestuurd. Hey Justin, open jij eens even een wolwinkel, want ik heb wol nodig. Dat is correct. Dus ik heb... Dat is correct. Juist aan alle inwoners in dit dorp gevraagd dat ze nog meer misten, want dat is het slimste, hè? Dat is heel slim. Een beetje goed nadenken over de situatie. Dat is slim, want als ik nu een winkeltje maak met, weet ik veel, mushrooms. Ze willen dat misschien niet, dan verkoopt ik niet. Dat klopt, Justin. Maar heb je ook al een winkeltje uitgekozen? Ik heb zojuist een prachtige timelapse achter de rug. Waarin er een stuk of 6 à 7 nieuwe huizen zijn. Plus 3 nieuwe kraampjes waarin jij een prachtig winkeltje kan maken. Oh ja, eentje is al bezet, want er is ook blijkbaar een supermarkt gemaakt door Anne. Maar die moet ik ook nog even bekijken. Er is van alles gebeurd. Ik ga zo meteen ook alles even laten zien. Oké.
Oké. Als je wil, mag je een eentje uitkiezen. Maar wat is jouw vraag verder? Mag het huis ook worden omgetoverd tot winkel? Van binnen ja, van buiten nee. Dat snap ik. Zou ik hem nog roze maken? Van buiten, ja, sorry? Zou ik hem nog roze maken? Nee. Niet nog, ik wil niet nog een roze huis. Nee, je mag hem op zich een beetje een bloemetje hier, een bloemetje ja, daar, een plantje hier, een etalage of zo, weet ik veel wat. Weet je, dat mag natuurlijk allemaal. Aha, zolang je het huis maar niet helemaal ombouwt, zoals Rick en Noah gedaan hebben. Dat is correct. Dan is er nog een burgeroorlog. Dan mag je dit in het boekje zetten. Oké. Okay. Ja, hou alles heel goed bij, hè. Dat is belangrijk. Dit mis ik. Nee, oké, wacht. Ik schrijf even een paar dingen die ik mis en dan kom ik hem later wel weer naar je brengen, oké? Is helemaal correct. En mag je dus eentje uitkiezen of heeft u... Je mag er eentje uitkiezen. Doe je ding. Alles... Wacht, nee. Wacht. Ik moet namelijk alles nog te koop zetten. Dus geef me 10 minuutjes en dan kan jij een dingetje kiezen, oké? Oké. Groetjes. Groetjes. Alright jongens, Justin wil dus een wolwinkeltje openen. Ik had het aan hem gevraagd, omdat er altijd wol tekort is. En ik ben gewoonweg of te druk bezig met andere dingen. Of gewoon te lui. Om een eigen wolwinkeltje te openen. Dus vandaar dat hij dat dan gaat doen. Laten wij even alle spulletjes bij elkaar rapen. Waarmee ik elk huisje die ik gebouwd heb te koop kan zetten. En dan ga ik gelijk aan jullie allemaal laten zien wat ik natuurlijk gebouwd heb. Wat ik dan ook te koop kan zetten. En hoe trots ik er allemaal ben. Oké, welkom in het oude gedeelte van de stad, jongens. Jullie kennen het allemaal. Brom gaat er vandoor. Dag Brom. Dag Brom. Jullie kennen natuurlijk allemaal het oude gedeelte, want dit bestaat inmiddels al bijna 9 of 8 maanden of zo, weet ik veel wat. Maar we hebben een kleine upgrade toegevoegd eraan. Het is nog niet af, ik wil nog veel meer doen, maar ik heb de tijd daar gewoon weg vandaag niet meer voor. Dus laat ik even aan jullie... Ik ga even aan jullie laten zien hoe en wat. We hebben eerst dit huis hier. Het is een behoorlijk groot huis. Naast het huis dat Justin gemaakt heeft op dat mooie pleintje hier. Dit is de Tonyweg. De Tonylaan heet dit volgens mij. Hier hebben we dit huis. Het is behoorlijk groot. Er zit daar nogal een gat in het plafond, maar dat komt omdat de eigenaar die hier gaat wonen mag dat lekker zelf fixen. Aan de grootte hiervan te zien is dit gewoon 20 volledige diamonds waard, jongens. Dus laten we dat even gelijk doen. Te koop. En dan doen we hier de kassa zo. Kassa naar beneden. Zo. Hoppakee, te koop. Kassa. Prima. Oh, dan heb ik de rode kleur. Wacht, ik heb nog niet alle blokjes bij elkaar geraapt. Kijk, nu hebben we hoppakee. Te koop. Kassa. Oh, maar ik moet wel de prijzen bijzetten natuurlijk. Te koop. 20 dia. Dat is eerlijk, omdat we dan net zo duur maken als de huizen aan de andere kant van de stad. Dan hebben we het volgende huisje die ik hier gemaakt heb. Die is best wel behoorlijk inimini. Die is daarom ook, zoals je kan zien, heel klein. Wie is dit? Dat is Anne. Die gaan we verkopen. Te koop 5 dia. Voor 5 diamonds mag je deze hebben. Ik weet niet wie hier wil wonen. Plaatsen we de kassa, erbij. Zo, de kassa erbij. Hoppakee. 5 diamonds. Dan hebben we hier het huis van Anne. En dat is de Annie Heijn geworden. Oftewel, de soort van versie van de Albert Heijn. Pak hier je winkelwagen, die kan je pakken. Daarmee kan je naar binnen. Dus we kunnen even kijken hoe... Oh, wat ziet dit er leuk uit, hè? Wat een leuke... Anne, wat ziet dit er leuk uit? Wat heb je? Je verkoopt boommeel. Dat gaan we absoluut kopen. Vlees. Oeh, de eerste concurrent. Maar jij bent de eerste concurrent van René en Floor. Maar wat is een supermarkt zonder vlees en groenten? Ja, klopt. Dat hoort er wel bij. En groenten. Maar dat is ook leuk. Groenten verkopen. Ja, ik moet nog veel meer pakken, hoor. Ja, en er komt nog meer kassa. En hier wordt nog veel meer, ja. Eitjes verkoop je. Wat is dit? Je gaat weed verkopen. Nou, leuk winkeltje. Leuk supermarktje dit. Ja, het ding is, kom eens mee. Kijk, ik heb dit natuurlijk vandaag gebouwd. Jij hebt deze gelijk mooi gepakt. Maar het ding is, ik ben nu bezig met de administratie van al die huizen. En die kosten natuurlijk wel gewoon geld. Ja, tuurlijk. Alleen, als we kijken, dit kost 5 diamonds, dit kost 20 diamonds. De grootte van dit huis, zeker omdat je het zo ver naar achter hebt kunnen uitbouwen. Ja. Laten we 10 diamonds doen. Oké. Is dat ongeveer eerlijk? Nou, doe maar 7. 10 is zeg maar, het heeft niet eens een tweede verdieping, dus 7 diamonds voor deze grootte die je hebt gekregen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan is hij helemaal officieel voor jou. Alsjeblieft. Kijk, top. En dan ga je er ook nog een keer shoppen, dus. Waarschijnlijk geef ik dit ook weer binnenkort uit aan je winkeltje, dus komt wel goed. Dan hebben we hier nog een nieuw kraampje die goed benut kan worden door iemand. Ik weet niet wie die wil gebruiken, maar je kan hier altijd dingetjes verkopen bij de Annie Heijn. Dan hebben we hier een mini huisje. Zoals je kan zien, ook heel klein. Laten wij hiervoor vragen, te koop 5 diamonds. En dan de kassa er natuurlijk weer bij. Ik ben benieuwd of mensen dit gaan kopen, zo'n klein huisje. Dan heb ik hier, waar de standbeelden staan, jongens, heb ik het vervangen voor water. Dat hebben jullie natuurlijk gezien. Maar dit omdat die standbeelden, die waren altijd zo... Je zag ze nooit zo goed, weet je. Ze zaten altijd op het steen, oftewel... Ze sprongen er niet echt uit. En dat effect hebben ze nu wel. Ik ben heel blij met de keuze die ik heb gemaakt van het water. Dan hierboven hebben we nog zo'n klein huisje, jongens. Ik heb heel veel kleine huisjes toegevoegd. Dit omdat er staan overal zulke grote huizen, dat die kleine huizen maken het helemaal af. Die vullen de gaatjes op die de stad heeft. Dus laten we deze ook voor 5 diamonds verkopen. Kijk, maar van binnen is hij net zo klein, weet je. Dit kost ook maar 5 diamonds. Kraampjes mogen gratis geclaimd
geclaimd worden door de dorpelingen die hier wonen natuurlijk. Die mogen mensen gewoon hebben. Daar hoef ik geen geld voor. Dan hebben wij hier ook weer een klein huisje. Die is wel heel leuk, want je bent heel centraal. Je komt letterlijk bij de arena kom je uit. Dus qua locatie is deze echt top. Maar we doen nog steeds maar 5 diamonds voor. Na 7 diamonds, puur door locatie. Zo, hoppakee. Dan als we doorlopen, komen we hier bij het huis, oude huis van Julian uit. Hier woonde Julian een tijdje, maar ik heb zijn dierentuintje die hij hier had, of zijn overkapping, weggehaald. En daar heb ik een ander huisje geplaatst. Net zo klein, ook weer helemaal poep. Ook maar weer 7 diamonds. Zo, 7 diamonds. Floor zegt dat het hout weer is aangevuld bij de bootwinkel. Oh ja, klein ander dingetje, jongens. Ik heb dit gekregen van Floor. Je bestelling ligt klaar in de shop. Oftewel, mijn armor. Ik heb een nieuw setje broeken en boots gekocht. Die ligt klaar in de winkel. Dus die gaan we zo even bekijken. Dan hier heb ik een nieuw kraampje. En hier een heel groot kraampje. Dit is denk ik het grootste kraampje tot nu toe. Dus ik ben benieuwd wat mensen hier willen gaan verkopen tegen het huis van Maurits aan. Die zijn ook gratis om voor mensen te claimen. Dan hebben we het farmpje hebben we aan de andere kant geplaatst. En dan heb ik hier toch een joekel van een huis gebouwd, jongens. Moeten jullie van binnen zien. Wat een ruimte. 3 verdiepingen. Heel veel ruimte. Oftewel. Te koop voor 20 dia. Kassa. Hoppakee. Zo. En volgens mij qua nieuwe huizen was dit het wel. Die te koop staan nu. Ik denk dat ik meer heb ik volgens mij niet gebouwd in deze timelapse. Jullie zagen het echt veel huizen vooral. Ik wil ook nog heel veel straatdetails maken. Lekkere wagens hier en daar. En hooibalen en weet ik wat allemaal. Kratten, tonnen. Maar dat zeg ik, daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Het is zoveel allemaal. Kijk, daar gaan we. We zijn er, jongens. We zijn aangekomen bij de bootwinkel van Floor en René. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Of hoe het eruit ziet, dat is, trouwens, dat weet ik. Even kijken wat voor hout ze hebben, dat wilde ik zeggen. Wat voor hout verkopen ze? Spruce. Oh, dat gaan we kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absoluut dat ik die helemaal leeg koop gelijk, die spruce locks. Oh, ik ga heel lullig zijn, maar die ga ik voor mezelf bewaren. Die wil ik. Ik kom zoveel spruce tekort. Die had ik echt nodig. Oké, dan hebben we in ieder geval het hout leeg gekocht. De rest van het hout hoef ik in principe nog niet. Dat is denk ik ook niet zo snel uit de winkel, maar... Ah, waar ligt mijn bestelling? Bestelling Max, daar is hij. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Nieuwe strakke broek. En de Yeezy Boots. Yeezy Boost 350. Damn. Mijn nieuwe sick ass outfit, jongens. Factuur 20. Ja. Dat is wel duur. Maar dat gaat het wel waard zijn. Ik hoop dat iemand een keer een huisje leeg koopt. Want dan heb ik even wat nieuwe diamonds. Want ik geef wel heel veel uit de laatste dagen. 20 diamonds. There you go. Alsjeblieft. Dit hou ik hier. Want dit vind ik gewoon mooi eruit zien. We hebben in ieder geval betaald. En dan leg ik het papiertje. Je bestelling ligt klaar in de shop. Leg ik ook weer hier. Damn. Laten we dan deze uitdoen. De Netherite boots en de Netherite leggings. Die doen we uit hier. Die doen we in de ender chest. En dan... Kijk nou. Het ziet er letterlijk hetzelfde uit als mijn andere. Maar ze zijn nieuw. Ik ben heel blij hiermee. Ik ben echt blij met de armor die ik heb gekregen. Goeie winkel, die bootwinkel. Laten we even controleren of een van de nieuwe huizen überhaupt al gekocht zijn. Ik bedoel, ze staan allemaal te koop. Maar ik denk niet dat er nog iets gekocht is, omdat mensen nu druk zijn met andere dingen op het moment. Dus, nee, zie je nog niks is echt gekocht. Ik ben nog steeds niet mee eens, Rick, dat hier in jouw huis staat. Zo? Ja, maar hij is wel leuk. Het is wel een leuk huis, ja, dat klopt zeker. Het is wel een leuk huisje. En hij is, het is wel heel leuk huis. Wordt ook een beetje met groen bekleed en zo. Kijk, en het is leuk dat je hier ruimte hebt en zo. Enige nadeel is dat hij merendeels van spruce is. Dus hij mismatcht heel erg met de rest. Maar hij is wel mooi. Ja, maar dat zul je zo meteen zien. Dat gaat allemaal mooi overlopen. Ik heb dit ik geloof je. Ik heb dit echt helemaal voor ogen. Dit wordt prachtig, Max. Ja, voor ogen. Kijk. Omdat je dit volgens mij van een tutorial volgt, of niet? Dat klopt. Maar kom, kijk even kijken. Ik kom even mee. Jij wou vragen dat stenen vloertje natuurlijk om dat heb je natuurlijk prachtig gedaan. Dat ziet er goed uit. Gedaan. Alleen aan de achterkant wil ik natuurlijk wel een tuin gevoeld. Dus hierachter heb ik nog wel glas. Ja, oké, maar hier wil jij een tuin. Nee, dat is mooi. En dan heb je in de toren deze, ga je iets doen? Ja, deze toren gaat bij mij. Maar hier komt Kwak te wonen. Kwak? Oh, Kwak krijgt zijn eigen toren. Ja, die krijgt een eigen toren. Ah, nice. Top. Dat vind ik leuk. Ja, maar ik wil even wat bespreken ook met jou. Nou? Ik liep dus net naar het voor nu nog huis, binnenkort oude huis, liep ik toe. Ja? Toen lag er een briefje in mijn brievenbus. Nou, met. Oh, het gaat niet om mijn belastingbrief, toch? Nee. Van de FBI. Ze willen Kwak van me afpakken, omdat ik... Wil de FBI... Omdat ik die aan dierenmishandeling doe. Frank wil Kwak van je afnemen. Kom, wacht. Hier, Stim, moet maar even wachten. We gaan nu naar mijn huis toe. Ik loop met je mee. We gaan binnen door. Oh, serieus. Hij heet serieus. Geadresseerd aan Rick en Noah. Onderwerp uithuisplaatsing, datum en tijdstip 4 september 2022. 22:22 pm, oftewel 22:30 s'avonds. Dit was gisteravond. Waarom heeft die pm achter een... Europese tijd gezet. Ja, want die FBI is niet snel.
Beste bewoners, ik schrijf u deze brief vanwege een uithuisplaatsing. Het gaat hier om heer en of mevrouw Kwak. We hebben de verschillende berichten ontvangen van dierenleed. Hier in deze omgeving is dit een ernstig misdrijf en verzoeken u ook mee te werken aan dit proces op alle vlakken. Bij elk tegenargument zullen de stappen worden ondernomen en deze zullen niet fijn zijn voor u, maar ook niet voor de heer of mevrouw Kwak. Wij zullen binnenkort bij u langskomen om uithuisplaatsing zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor nu wens ik u ondanks dit trieste bericht een fijne dag en zie ik u snel. Onderzoek getekend en afgerond door de plaatselijke FBI. Groet F, oftewel Frank. Damn, ja. Succes ermee. Nee. Niet meer mijn probleem. Nee. Dit krijg je. Nee. Voor als je mijn huisplekje gaat claimen. We hebben een burgeroorlog. Nee. Maar luister even. Oké, dat wij een oorlog hebben is prima. Maar kom even, loop even mee. Ja. Kijk even dit arme beestje in zijn ogen en zeg hem dat hij mishandeld wordt hier, terwijl hij hier een prachtig... Hij heeft op zijn bank! Kijk, hij zit op zijn troon! Hij zit letterlijk op zijn troon! Kijk dan, het is een koning! Hoe heet hij? Nog steeds Kwak. Kwak! Ja, Kwak. Kijk me eens aan, jongeman! Kijk me eens aan, als ik ja, hij wil niet aankijken, ja, hij vindt het zo triest. Ja, kijk. Is hij zo verdrietig? Oh, ja, hij is echt zo verdrietig. Ja. Kwak! Hij wil even rust. Maar ik snap het wel, kijk, dit is allemaal verdrinkingsmogelijkheden, hè, dit. Hij kan zwemmen, dat heb ik hem geleerd, kijk! Dan kan hij eruit zwemmen! Ik heb hem dat geleerd. Ik heb zwemles met hem gehad. Ja, maar weet je wat het is, Rick? Dit gaat buiten mijn jurisdictie. Dit. Jij bent de koning! Wat doe je nou? Ja, weet je wat is het? Dit krijg je van je burgeroorlog die je probeert te starten. Nee, mijn stappen alweer gezet. De belasting is ingegaan. De belastingdienst begint. Dus ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is. Maar Frank, die helpt mij zo te zien. Nee, maar kijk, weet je wat is? Die belasting en alles, ik vind het helemaal prima. Maar dit kan je toch het arme beestje niet aandoen. Hij heeft wel heel veel meegemaakt, al die kwak. Ja, zijn broertje stond net... Het was hier, Max. Het was hier. Hij zat aan deze paal zat hij geknipt. Ja, en ik had hem hier even staan. En ik stond hier, en ja, ik kan het geluid nog steeds niet, maar daar ging hij dood. Daar ging hij dood. Ja, oké. Okay. Nee, ik snap het. Maar ja, wat wil je dat ik doe? Een koninklijk pardon. Een koninklijk pardon om kwak vrij te spreken. Ja, dat hij gewoon met mij mee kan naar het nieuwe huis, waar hij ook buiten kan. Want dat tuin heeft hij ook een mooie tuin. Ja. Hier kan hij niet naar buiten. Nee, dat is misschien ook wel een beetje zielig. Naar buiten. Ja, oké. Okay. Ja, ik zal er even over nadenken, oké? Okay? Ja. Dat is op één voorwaarde, dat ik erover na ga denken. Ja. Dat is dat jij even het oude gedeelte de nieuwe dingen uit gaat checken. Misschien zie je toch wel iets waar jij een winkel zegt. Er is ook een nieuwe winkel, de Annie Heijn. Dat is de nieuwe supermarkt van Content Veen. De Annie Heijn. Okay. Daar kan je ook heen, is ook leuk. Oh nee, deze dingen gaan dood. Die spogen alle andere beesten dood. Hier. Oh, ik dacht even dat deze van anderen waren. Nee. Die gaan we, ik haat die beesten echt. En deze haat ik ook. Zo, doei. Weet je wat het is? En je krijgt leads ervan. Maar die beesten die spugen je andere beesten dood. Ja, zo is de eerste vlek ooit dood gegaan. Ja? Door zo'n wandering trainer? Ja, door zo'n ding. Die heeft hem dood gespuugd. Oké, nou, ik ga wel... Ik ga over nadenken, oké? Okay, ik ga dan wel eerst... Kijk, achter je. Daar heb je hem. Daar is hij. De FBI. Hij gaat die kwak van je afnemen. Die moet je hebben. Meneer, goeiedag. Hallo. Nee, ik ben druk. Nee, kan ik een afspraak maken? Gaan we naar het bureau. Ja, maar er was niemand. Ik ben er al geweest. Meneer... Rick, succes ermee. Ik ga ook weer verder. Oké, jongens, wij gaan heel even naar Justins huis toe. Want ik had met Justin natuurlijk afgesproken om... Ik moet het boekje nog vullen met wat ik mis. Want hij wil een winkeltje maken natuurlijk. En dan kan ik vertellen tegen hem wat ik in dat winkeltje wil. Justin woont natuurlijk in zijn eigen stad, in zijn eigen dorp. Maar hij wil gewoon een winkeltje maken in mijn stad, wat ik leuk vind. Wie heeft hier dit allemaal gehakt en niet teruggeplaatst? Wat een schande. Hé, hij heeft een brug gemaakt. Damn, wat lijp. Holy crap, hé. Of is hij nog bezig? Hij heeft een hele brug gemaakt vanaf zijn huis naar zijn rijtjeshuizen daar. Ik kan er onderdoor varen. Dit ziet er cool uit. Ja, laten we even dit boekje schrijven. Wat mis ik nog in een winkeltje? Zo, ik heb een paar dingetjes gedaan, jongens. Wol, gekleurde dye, detailblokken zoals hooibalen, meloenen, barrels, kisten. Denk alles wat je op straat kan plaatsen wat een leuk detail kan zijn. Leaves en leads. Sign, en dan noem ik het mijn wensen. Waarom ben jij hier, Frank? Wat doe jij hier? Ja, ik vraag me ook af. Hij is in één keer een onderzoek aan het starten. Justin, ik heb... Volgens mij ben ik in gesprek, of niet? Ja, maar... Ga je gang. Er staan hier twee koeien, een schaap en een varken. Ja, die staan hier... Waarom ze hier aan een paaltje aan het... Die had ik niet eens gezien, zonder meneer. Water, zonder eten, zonder onderdak. Ik snap er niks van. Ik heb ze niet aan... Ik ben niet geweest. Weet je wat het is? Ik word hier lastig mee gevallen. Ik ben van de FBI. En dan zie ik... Potverdorie, elke keer dieren...
als dierenpolitie te spelen. Ik heb er geen zin in. En ik ben daar gewoon een beetje klaar mee. Ik wil dat gewoon niet meer. En, Dus ik wil dat deze onzin eigenlijk gewoon ophoudt. En dat je gewoon die dieren gaat zorgen op een manier dat je dat hoort te doen. Deze dieren zijn ook gewoon dieren. En die dieren zorgen ervoor dat jij... Ik drop het boekje gewoon hier. Dat is voor jou, Justin. Doe jullie je ding maar. Oh, ja. Frank heeft er, dat is niet meer mijn probleem. Doei. Laten we maar teruggaan, want Frank was druk bezig met Justin. En hebben geen tijd om daarop te wachten natuurlijk. Max komt terug. Oh mijn god, oké. Ik kom terug. Zeg het maar. Ja, ik heb misschien ook wel. Oh mijn god, jullie zijn nog steeds bezig. Ja, maar 3 seconden. 1, 2... Kippensoep. Tot de volgende keer. Kippensoep. Oké, Justin. Dankjewel Frank voor je... Ja, jij ook bedankt. Dat je over de dieren nadenkt en zo. Ja, dat weet je, het is allemaal vreselijk wat hier gebeurt, weet je. Kijk, in jouw stad ook al wordt ook al voor dierenleed gezorgd. Ja, ik weet het. Erg is het allemaal. Ja, heel erg inderdaad. En jij bent begonnen met mij om een onderzoek te starten. Maar goed, jij sluit ook allemaal katten op, dus... Hoezo katten? Ik sluit ze niet op. Ze hebben mijn heel dierenverblijf in de buitenlucht en een binnenverblijf in ze nodig hebben. Dat klopt inderdaad, ja. Dat is ook wel waar, maar goed, kijk, dit kan toch niet. Het is toch gewoon zielig. Dit is schande. Ja. Maar Justin en ik hadden een afspraak, ja. Frank. Ja. Echt waar? Echt waar. Ik ook. Ik heb ook een afspraak. Ik moet ook gewoon weer verder, want onderzoek, dat vergaat niet. Nee, dat vergaat niet, nee. Dag, Frank. En verdachtes gaan niet. Nee. Weet je, de misdaad stopt niet vanzelf, weet je. Nee, Frank, ga dan maar gewoon je ding doen. En de boeven zullen niet stoppen met stelen totdat ze... Ja. Oké, Justin. Hallo. Ik heb mijn wensen in een boekje achtergelaten voor jou. Ja, ik heb uw wensen hier. Wolf, gekleurde dij, blokken, hooibalen en leaves en leaves. Ja, dus detailblokken, denk aan barrels, kisten, hooibalen, melons. Alles wat je op straat zou plaatsen als je je straat zou opfleuren, weet je? Goeie. Maar, dan heb ik ondertussen een vraagje. Ja. Mag er in jouw winkel ook huisdieren worden verkocht? Prima, je kan een dierenwinkel maken, dat bestaat nog niet. Ja, maar dat moet wel een losse winkel. Dat moet echt niet in een winkel waar je ook andere dingen... Dan moet het echt een dierenwinkel zijn. Dus ik moet er 2 kopen? Ja, maar ik heb... alle huizen staan te koop nu. Je kan de prijzen zien en zo. Ja. Als je door de stad loopt, dus doe je ding vooral. Het maakt niet uit waar. Als er een bordje bij staat dat het te koop is, kan je hem kopen. En allemaal in een nieuw gebied of ook in het oude? Allebei. Staan in het nieuwe staan er nog een paar te koop. In het oude zijn al goedkopere en dan in het nieuwe. De nieuwe zijn ze duurder. Maar ze zijn overal en nergens kan jij iets kopen. Goeie. Oké, duidelijk. Doe je ding. Oké. Dankjewel, hè. Frank zegt, oh jee. Wat is er, Frank? Oh jee. Wat is er? Oh jee. Oh jee. Oh nee. Oh jee. Je bent gered, Frank. Frank, ik zie dit ook als mishandeling. Ja, jongens, de misdaad stopt niet vanzelf. En met die noot eindigen wij het avontuur bij Justin thuis en gaan we weer lekker naar mijn eigen huis. En daar zijn we weer! Yeah! Wat is het toch altijd leuk om hier gewoon aan te komen vliegen en hoe leuk het er allemaal uitziet hier en zo. Als jullie afvragen van waarom ik eigenlijk nooit meer dingen verkoop in winkeltjes. Ik probeer het af en toe nog wel eens, maar ik doe het bijna niet meer. Maar dat is puur omdat ik nu gewoon echt aan het focussen ben op al die huizen bouwen en die verkopen. Want ik denk dat ik daarmee gewoon legit meer diamonds kan verdienen. Dan dat ik kan met dingen gaan verkopen. En ik ga nu belasting vragen natuurlijk wat jullie vorige video gezien hebben. En daar moeten mensen mee oppassen hoor. De belasting gaat ze nekken. De belasting zal mij machtig maken. Oké, dan nu. Laten wij dit pad hier eventjes een beetje mooi maken. Want dit is natuurlijk nu van platgestampt gras of zo. Maar dit moet van steen. En daarna misschien de 2 standbeeldjes maken. En iemand had een heel cool idee om de 2 standbeeldjes niet die kant op te laten kijken. Maar naar elkaar. En dat ze misschien zelfs een soort zwaardje naar het midden en zo toe kunnen wijzen of zo. Dus ik ga even kijken hoe... Het moet een klein standbeeld zijn natuurlijk. Maar misschien kan ik 2 leuke die naar elkaar toe kijken maken, weet je. Maar laten we beginnen met het pad gewoon even een beetje... Ja, steenachtig maken in plaats van grasachtig. Dan kunnen we wat natuur hier in het midden toevoegen. Net zoals dat we hier hebben natuurlijk gewoon een soort grasrandje. Ik denk dat we wel heel veel leuke dingen toe kunnen voegen nog. Zo, dan beginnen we met het steen toevoegen op deze manier. Met cobblestone bedoel ik. Het is niet eens normaal steen, het is cobblestone. Ja, zeg het eens, Justin. De eerste 2 huizen naast elkaar zijn verkocht. Die 2 naast Frederik zeker? Nee. Of die 2 daarboven en dan die ander niveau staan? Echt, heb je ze allebei gekocht? Yes, het kost een bak en geld, maar ja, misschien... Je hebt 40 diamonds! Ik ben 40 diamonds rijker! Maar makkelijk terugverdienen binnenkort. Ja, dat klopt. Dan ga je zeker makkelijk terugverdienen, want ik ga absoluut dieren kopen bij je. Joejoe. Jongens, horen jullie dat? Ons eerste huizen... Of, ik wil zeggen ons eerste huis, maar het zijn gelijk 2. Het zijn 2
huizen verkocht. Ik heb het net nog over dat ik daarmee diamonds ga verdienen. En ik heb letterlijk nu gewoon 40 diamonds verdiend. Nou, dat is echt heel veel. Of al vraag ik mij. Daar kan ik echt weer heel lang even eten mee kopen. Oh mijn god, over eten gesproken. Ik moet letterlijk eten kopen. Ik heb volgens mij net mijn laatste stukje vlees opgegeten. Dus die diamonds van Justin komen goed uit. Ik ben benieuwd of er nog meer huizen verkocht gaan worden. Zo, het cobblestone is helemaal klaar. Top, dan kunnen we nu normaal steen toevoegen. En daarna de stone bricks. Dat is de kunst om dit een beetje netjes te verdelen. Zodat er niet te veel van bijvoorbeeld het steen is en te weinig van stone bricks. Altijd een beetje proberen het goed te verdelen. Hier is trouwens nog ruimte voor een klein huisje, jongens. Vandaar dat ik dit ook even gras laat. Omdat ik deze vorm eigenlijk wel heel leuk vind. Om hier gewoon nog een klein huisje te bouwen. Het vult dus de ruimte hier leuk op, weet je. Het is als je een kraampje gaat doen, dan heb je alsnog vet veel open ruimte. Zo, nou ja, heb je nog een kraampje, weet je. Maar een extra huisje erbij, dat kan gewoon nooit kwaad. Nou, laten we het steen maar even doen zo. En dan is, als het goed is, al het steen gevuld. En dan is ook hier nog deze twee. En is het nu heel simpel. Nu kunnen we letterlijk al het gras, overige gras weghalen en daar stone brick plaatsen. Is de makkelijkste taak, is altijd de laatste. Hier is het trouwens vet donker, dus laten we eventjes zo een beetje belichting toevoegen aan het gebouw. Dat is al beter. Ik weet niet of je mijn video kijkt, Floor, maar als je het ziet, je moet dit huis... Ik denk dat jij deze hebt gebouwd, ik weet het niet zeker, maar je moet deze even te koop zetten of iets mee doen. Maar als jij hem te koop zet, gewoon met je eigen kleurtje. Ik heb de kleur rood gewoon, maar je kan voor jou dan blauw of zo gebruiken of weet ik wat, geel. En dan een bordje neerzet met te koop, dus een geel bordje. Dan kunnen mensen die ook gewoon kopen en dan weten ze dat, hey, dat is een huis gebouwd namens Floor. En dan kun je ook diamonds verdienen. Ja, wat mooi. En hoppakee. Oh mijn god, ik heb precies genoeg. Ik had nog 2 normaal stone bricks, maar qua slabs heb ik het gewoon precies qua blokken gered. Wow, dat is wel heel bijzonder. Heb ik gewoon evenveel gaten gemaakt als blokken dat ik heb, per ongeluk. Oké, kijk jongens, het ziet er in ieder geval al heel netjes uit. Nu is het gewoon één groot pad in plaats van dat het een nieuw los pad was dat aansloot op dit mooie pad hier. Dan nu ga ik even de blokken verzamelen om hier in het midden een graspad te maken. Of een graspad, een grastuintje. Oké, willen we deze dan ook weer 2 dik maken of is dat te breed? In ieder geval, want als we het pad 3 breed weer willen maken, dan betekent het dat het graspad in het midden maar 1 breed kan. En denk je, maar waarom? Dat omdat er natuurlijk ook nog zo'n randje hier omheen moet komen. Maar dan klopt dit hoekje bijvoorbeeld wel, weet je? Als je dit zo doet. Dus ja, dan moet hij maar 1 breed worden, maar prima. Daar gaan we dan maar mee akkoord. En dan komt hij tot hier, netjes. En dan laten we hem helemaal zo tot ongeveer hier lopen, zo. En dan vanaf hier doen we hem tot hier, denk ik. Ja. Oh, Noah is dood. F. Zo. En dan deze laten we lopen tot hier. Ja, dit vind ik mooi. Dan doen we overal even een randje eromheen bouwen, zoals dit. Oh, nee, zoals dit. Hier ook. Zo weer netjes. Dan gaan we het om en om doen met stairs. En dat komt uit. Oh, hallo Noah. Dag Noah. Kijk, dan doen we het om en om met stairs zoals dit. Dat gaat er gewoon mooi uitzien. Het is wel een klein graspad dan in het midden. Maar als ik dat opvul met een beetje blaadjes en een beetje mooie bloemetjes en zo, kan dat er serieus wel leuk uitzien. Zo, dan is dat gedaan. Nou, qua blaadjes ga ik het denk ik ook om en om doen. Hier had ik om de 3. Dus misschien dat ik hier dan, even denken hoor, 2 kan doen. Kom ik dan uit als ik dat 2 om 2 doe? Nee, daar kom ik niet uit. Maar als ik 3 om 3 zou doen, zou ik wederom ook niet uitkomen. Oh, zo kan het. Kijk, 3, 2, 2, 3. Ja, dat is leuk. Kijk, kan het hier ook? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oh, dit is groter. 1, 2, 3. Misschien dat ik hier wel 3 om 3 kan doen. Nee. Oh, hier kan ik wel 3 om 3 doen. Ik was gewoon niet goed bezig met tellen. Nee, hier kan ik wel 3 om 3 doen. Top. Dan heb ik mijn rode bloemetjes even nodig. Mijn rode hoge bloemetjes. En die liggen als het goed is in die bruine chocobox. Nee, de grijze ernaast. Ja. Oh, daar komt die jongens. Dat gaat het zoveel mooier maken, die rode bloemetjes erbij. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, hoppakee. En als we dan nu eventjes vanaf hier kijken. We gaan even helemaal vanaf hier kijken. Kijk hoe leuk dit eruit ziet nu. Je ziet dat daar die standbeeldjes nog moeten komen natuurlijk. Maar als we even langzaam zo een beetje naar beneden vliegen. Oh, ja, dit is top. Dit is top. Nu zie je dat het pad gewoon deze kant op gaat. Je hebt deze mooie weg hier met die rode bloemetjes. Die gaat nu ook gewoon prachtig hierheen. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Het zijn wel veel rode bloemetjes, maar... Het is niet erg, denk ik. Ik denk dat het wel kan. Misschien dat ik er een boompje in moet maken in het midden. Daar eentje en dan daar in het midden ook eentje. Maar ik weet het niet zeker. Misschien ook niet. Ik laat me weten in de reacties, jongens. Moet er een boompje bij? En met een boompje bedoel ik natuurlijk een heel dun boompje. Niet eentje met echt een houten stronk eronder, maar met een... Ja, hoe noem ik dat? Een paaltje. Een heel subtiel... Ik ga een voorbeeldje zoeken. Kijk daar, zo eentje jongens. Kijk die, zo'n boompje. Misschien is dat wel leuk hier er nog bij. Laten we even eten kopen. Ik ga voor nu nog heel even mijn eten kopen bij René en Floor, hun winkeltje. Maar het ding is, de Annie Heijn die verkoopt tegenwoordig ook eten. Dus dat zei ik. Floor en René hebben hun eerste concurrent, hebben ze. Ze hebben al zo lang sinds de server bestaat een eetwinkeltje. Dus ik ben een trouwe klant. Ik blijf nog even hierheen gaan. Maar de eerste concurrent is gewoon aanwezig. Zo, zo. En dat kost dan 2 diamonds. 1, 2. Hoppakee.
Maar misschien is vlees wel een keertje lekker om te kopen bij een andere winkel. Wie weet. En nu heb ik een leuk klusje voor mezelf. Laat ik even mijn diamonds claimen die Justin Shares heeft uitgegeven aan mijn prachtige winkeltje. Of aan mijn winkeltje, aan mijn twee huizen die ik gebouwd heb. Hij zegt dat hij deze gekocht heeft. Hier, even kijken, te koop. Ja, deze is door Justin gekocht. Oké, nou Justin. Dan zal ik even een bordje plaatsen van Justin. Zo, en dan mag Justin, je mag zelf nog helemaal je ding aanpassen. Zo, hoppakee, van Justin. En dan deze is ook gekocht van Justin. Oh, daar heb ik gewoon 40 diamonds erbij. Zo, doen we hier ook van Justin. Je mag zelf de bordjes aanpassen, Justin, wat jij wil. Maar weten mensen dat het al gewoon gekocht is. Plaatsen wij de diamonds even hierbij. Oh, jongens, wat hebben we weer veel geld. Kunnen we weer uitgeven aan nieuwe dingen. Alright, dan schuiven we de stambeelden die ik wilde maken even op naar de volgende aflevering, jongens. Want ik ben alweer lang genoeg. Genoeg bezig geweest. De timelapse begon ik 's middags mee om ongeveer 1 uur. Toen begon ik deze video. En het is nu, zoals jullie kunnen zien, 9:45 's avonds. Dus de tijd is rijp om deze video af te sluiten. Veel, heel veel progressie. Echt heel veel progressie is er geweest. De burgeroorlog die vorige aflevering gestart is, die is vandaag nog niet echt verder ontwikkeld. Ben ik wel blij mee, want ik wilde echt heel graag eventjes weer verder bouwen en dat soort andere taken uitvoeren. Is goed gelukt. Vraag je nou af over welke burgeroorlog ik het heb? Bam! Over deze video, jongens. Kijk deze video even. Like hem. Reageer onder deze video. Bananensplit. Dan weet ik dat je hem namens deze video gezien hebt. Vergeet niet te liken. Abonneer zeker nog eventjes. En nu spreek ik later. Tot de volgende keer.